Mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. In deze video wil ik je laten zien hoe je de lens kunt reinigen van de MacPow X3 Pro. Belangrijk dat je dat regelmatig controleert, ongeacht welk merk. Omdat de lens vervuild kan raken, de rook en andere aanslag. Waardoor de kracht van de laser afneemt. Dat zul je in het begin niet zozeer merken, maar langzaamaan zul je merken dat je steeds meer kracht moet zetten om hetzelfde uit te kunnen snijden. Dus belangrijk dat je er op tijd bij bent. Zeker ook omdat die lens, als die langdurig vervuild is, dan kan het zijn dat de laserstraal zorgt dat het inbrandt en dan moet je de lens gewoon vervangen. Dus als je die gewoon op tijd schoonmaakt, dan blijft de machine gewoon optimaal functioneren. In deze video zal ik dat dus stap voor stap gaan doen. En mocht je het leuk vinden, laat het even weten in de comments. Vind ik altijd leuk om te horen. En ook trouwens voor de mensen die goed opletten en achter mij hebben gekeken. Ik zal deze eventjes naar beneden doen. Hierop heb ik een aantal dingen geplakt die ik gemaakt heb in de afgelopen tijd. Bovenin kun je ook zien, we zijn de 200 subs gepasseerd. Super bedankt daarvoor. Het blijft nog steeds omhoog lopen, dus daar, dat vind ik wel leuk. Dus we gaan kijken waar het eindigt. Hopelijk gaan we snel naar de 300 en gaat die teller gewoon nog verder door. Maar goed, ik blijf gewoon content maken voor jullie. En we zullen zien waar het eindigt. Nou ja, laten we gauw beginnen met de video. En dan zie ik jullie daarna wel weer. Om de lens te kunnen reinigen van de laser, moet je eerst de laser unit demonteren. Ik zal even laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Deze aansluiting moet je loshalen. Het beste is om met je nagel voorzichtig het onder de connector te doen. En dan voorzichtig eruit te trekken. Dan heb je de slang van de Air Assist. Die moet los. Er zit hier een drukkoppelingetje. Die druk je in. Die blauwe ring kun je indrukken. Dan kun je de slang eruit trekken. Dan heb je hier nog de schroef waarmee de laser unit vast zit. Die draai je los. En dan kun je hem afhalen. Nou, even kijken, hier hebben we de achterkant. Zoals je kunt zien, zie je al dat hij hier best wel vies is. Dat gaan we zo ook schoonmaken in het volgende gedeelte van de video. Nou, wat hebben we allemaal nodig om de lens te kunnen reinigen? Dat is een poetsdoekje, die is bijgeleverd bij de machine. Een kleine inbesleutel, die is ook bijgeleverd. Een kruisschroevendraaier, ook deze is bijgeleverd. Maar ik vind persoonlijk deze wat beter passen dan die erbij geleverd is. Dus die ga ik gebruiken. En dan hebben we natuurlijk de laser unit. Nou, wat moeten we doen? Ik zal even wat uitleg geven. Hieronder zitten vier schroeven. Daarmee zit de beschermkap vastgezet. Die moeten we alle vier loshalen. En er zit een inbesleuteltje om de Air Assist nozzle vast te zetten. Die kun je hier door het gaatje heen kun je die loshalen. En dan kan het hele geheel kan er afgehaald worden. Nou, ik zal eerst even die vier schroeven loshalen. Die moeten er helemaal uit. Deze kap kun je niet zomaar afnemen. Het was wel mooi geweest als ze dat met magneetjes hadden gedaan. Maar het is wel veilig dat hij zeg maar helemaal de laser afdekt. Dus dat is wel, wel weer goed. Nou, even alle vier de schroeven eruit. Nummer 2. Even zo, even die vasthouden. Dat er niks mee kan gebeuren. Even kijken, nog niet helemaal. Ja, nummer 3 is er ook uit nu. En dan nummer 4. Ook die is eruit. Dan pakken we de bijgeleverde inbesleutel. En dan moet je die nozzle loshalen. Zoals ik zei, je kunt hier door het gaatje heen kun je hem erin doen. Dan kun je in de inbesleutel, ik weet niet of je het kunt zien, zo. Dan draai je hem iets los. En dan kun je de nozzel kun je eraf halen. Die leggen we even weg, die maken we dadelijk schoon. En ik weet niet of je het kunt zien op de video, maar als je goed kijkt dan zie je dat die lens, die beschermlens, dat die vies is. Kijken of ik hem even in kan zoomen iets. Even kijken, zo. Ja, het is wat slecht te zien op de video. Je kunt zien in het midden dat daar, ja, er zit een dof plekje en een beetje viezigheid. En dat moeten we eraf poetsen. Even een beetje terugzoomen. Nou, dan kun je met die doek doen. Je kunt gewoon over de lens heen gaan. Hoef je hem niet per se eruit te halen of iets.
Ik zou dat zo min mogelijk willen doen. Dat er geen stof bij de laser kan komen. Zo. Nou, die is weer schoon. Zoals je kan zien zit er nou geen plekje meer op. Dan moeten we de nozzle even schoonmaken. Wat ik doe dat gewoon even met mijn hand. Daar kun je gewoon een natte doek voor gebruiken. Die heb ik nu even niet bij de hand. En ik wil niet deze doek gebruiken, want die wil ik schoon houden. Moet ook even erin kijken. Dat daar geen viezigheid in zit en dat die mooi open is. Kijk, je kunt hier mooi doorheen kijken. Dus er is geen blokkade voor de laser. Nou, als die schoon is, dan gaan we het omgekeerde doen van net. Gaan we deze weer erop zetten. Zo. We draaien het schroefje even aan. De air assist nozzle, die zetten we even recht. Zo, dat die recht erop zit. Dan draai hem even aan. Niet te hard, gewoon handvast is goed. En dan gaan we de schroefjes weer erin doen. Zo. Zorg daarbij dat die schroeven, dat die niet in de laser vallen. Ik zie dat die autofocus is, even zo. Zo. Want als ze erin vallen, ja, dan moet je het eruit zien te vissen. Gewoon voorzichtig aandraaien, niet te vast, want het is een kunststof kapje. En dan pakken we de volgende. Even kruislinks. Het beste is ook om de schroef maar heel los erin te draaien. Zodat je het kapje nog een beetje kan bewegen. Dan gaan de schroeven vallen er vanzelf in. In de juiste positie. Ook deze aandraaien. Zo. Dan pakken we de volgende. Nummer 3. Ik hou hem expres een beetje schuin. Dat je dus geen kans hebt dat die schroef naar beneden valt. Want dan komt die bij de elektronica en bij de laser. En dat willen we niet. Zo. En dan nummer 4. Ook hier weer aandraaien. Nou, nu hebben ze alle 4 erin. Nou kan ik hem een klein slakje geven. Deze ook. Deze ook. En die ook. Nou, ik maak nog heel eventjes kapjes schoon, een beetje. Zo, is dat ook weer een handje weg. Ja, en dan is hij weer klaar om te monteren. En dat zal ik weer laten zien in het volgende gedeelte van de video. Als laatste stap gaan we de laser unit weer monteren. Dat is eigenlijk het omgekeerde van het afnemen. Dus je schuift de unit op de houder. Je zet hem vast met de stelschroef. De air assist slang die kun je gewoon erin drukken. Die koppeling die borgt zichzelf. Dus je zet hem erin en je drukt hem naar beneden. Dan sluit je de voeding weer aan. Zet je de connector op de goede positie en je drukt op de connector zelf. Dat die weer vast zit. Ja, en daarmee is jouw laser weer operationeel. Ja, dit schoonmaken zou ik willen adviseren om dat regelmatig te doen. Zeker als je langere laser sessies hebt gehad. Dan is het verstandig om eventjes te controleren dat die niet vies is. Daarmee houd je je laser optimaal. En ook je lens zal niet zo gauw beschadigd raken. Dus lijkt me goed om dat regelmatig te doen. Nou, dan zijn we weer gekomen aan het einde van deze video. Ik hoop dat je het informatief vond. Vond je het leuk? Laat het even weten in de comments. Vind ik altijd leuk om te horen. Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dan zien we elkaar weer gauw in een volgende video. Later!